Ik vind croissantjes heerlijk, opa. Zeg, ben jij gek geworden, jongen? Ja, altijd. Hallo, hier is Harry. En Jopie. Ja, Waarom heb jij zo'n haast, jongen? Oh, niks hoor. Hier is je camera open, Rogier. Bedankt voor het lenen. Zeg, jongeman. Ik zou jouw huiswerk wiskunde zien. Dat klopt. En daarom heb ik ook zo'n haast. Ik wilde het net gaan halen. Ja, echt hartstikke bedankt dat je me wil helpen met mijn huiswerk nakijken, open Rogier. Dankjewel. Hallo. Goedenavond. Shit. Aardig, meneer Meijer. Een kopje koffie. Erg aardig van u, maar nee, dank u wel. Nee. Ik kom alleen maar informeren of deze wieldop soms van u is. Nou... Dat lijkt er wel op. Waar hebben jullie gevonden? In mijn keuken. Naast de wasmachine. In uw keuken? Ja, hij is dwars door de schuifpui heen gevlogen enkele minuten geleden. Wat zegt u nu? Door de schuifpui? Ja. Sander! Ik had ook al zo vermoeden. Zeg, ga jij je broertje even halen, nu meteen alsjeblieft. Waarom moet ik hier toch altijd die rotklussen? Ja. Gaat u toch zitten, meneer Meijer. Dank u. Vreselijk voor u. Ik hoop dat mevrouw Meijer niet te veel van slag is. Oh, nee, die is er helemaal niet. Die had vanavond weer repetitie van haar koor. Oh, ze is thuisgekomen. Volgekleef de Hert van Kleef. Ach, mevrouw Meijer, ja, uw man is net hier. Nee, ik weet wat u gaat... Mevrouw Meijer, nee, als u nu even luistert. Mevrouw Meijer... U heeft geen idee hoe vaak ik dat ook wil doen. Haar gewoon naast me neerleggen. Nou, het spijt ons verschrikkelijk, meneer Meijer. Dat begrijpt u wel. Maar wij vergoeden alle schade. Ja, hè? Net zoals we doen met de boemerang, de voetbal, de hockeybal, de stenen. Nog een keer de stenen. De vishengel. Oh ja, die vishengel. Ja. Nou, ik moet u zeggen. Sander is een joch dat tenminste in ons leven nog een beetje opwinding verzorgt. Je weet nooit wat er nu weer door een schuifpui komt vliegen. Ik geloof dat het heel verstandig is voor ons allemaal als ik nu maar weer naar huis ga. Ja. Ik kom morgen wel terug als de glaszetter is geweest. Ja. Dag meneer Meijer. Met de rekening. Mevrouw Meijer, uw man gaat nu naar huis. Die zal het u allemaal haarfijn uitduien. Dag mevrouw Meijer. Zo. Nou, hier is die hoor, opa. Sorry, opa's. Hebben jullie nog even een momentje? Ik kom hier maar niet uit. Zo, daar ben je uit. Sander? Ja, het was echt een ongeluk, hoor, opa. Ja, was er een ongelukje. En wat voor ongelukje was er de reden van dat deze, mijn wieldop, door de ramen van de buren vliegt? Nou, kijk. Mam is journalist en ik wilde ook wel eens in de krant. Dus toen dacht ik, als ik nou eens een foto van een UFO maak... Aspirine, Willem Vlug. Ja, ik begrijp het. Dus toen heb ik opa Rogier's camera geleend. Terwijl Freek de foto's nam, was ik dat ding aan het rondzwaaien. En toen brak het touwtje ineens en toen landde het. Nou ja, het was echt een ongeluk. Hoor. Ja, zei Frank de Boer ook toen hij twee keer een penalty miste. Nou, hey, opa, wel een beetje positief blijven. Nou, sorry. Als Sander nou die foto verkoopt, dan kan hij met het geld makkelijk het raam verdienen. Zeg, omdat jij zo positief bent ingesteld vanavond, zal ik jou straks even je Duitse naam vallen overhoren. Ah, opa. Zie je nou wel? Elke keer als jij weer wat uitvreet, dan pakken ze mij ook. Wat moeten we nou toch met jou beginnen, jongen? Ja. We hebben nou toch echt van alles geprobeerd. Gepraat, straf gegeven, zakgeld inhouden. Niks helpt. Nou vliegen er weer auto-onderdelen door de ramen van de buren. Nou, het was dus eigenlijk een UFO, maar... Ach, een UFO. Doe toch niet zo gek, jongen. Het is toch mijn wieldop? Het is dus zeker niet zo slim om nu te vragen of ik morgen met Freek en zijn oudste broer naar het concert mag. Van Crazy Town. Stel, de overlevenden van de Titanic-ramp houden een reunie. Denk je dat het dan verstandig is om over ijsbergen te beginnen? Nee. Het was maar een ongelukje. Dacht het ook niet. Ja, het was maar een ongelukje. Ja, broertje is een wandelende magneet voor ongelukjes. Waar die gaat, volgt er een ongeluk. Hé, hey, en als ik nou beloof dat ik nooit, maar dan ook echt nooit meer in de problemen zou komen. Nou, jongen, je bent nog met 24 uur uit de problemen geweest. Al stopte ik hier in een nucleaire schouwkelder. Wedden? Als ik 24 uur uit de problemen blijf, ja. Mag ik dan naar het concert? Ben jij belazerd? Zo makkelijk kom je er niet vanaf. Opa, Crazy Town treedt me één avond op. Ja, het duurt misschien wel weer 10 jaar voordat ze weer komen. Alsjeblieft. Oké. Maar jij betaalt de schade van meneer Meijer.
En die 24 uur gaan nu in. Yes! Ja, en je zet je beste beentje voor. Je maakt je er niet met een Jantje van Leijen af. Je gaat nu je kamer opruimen. En je maakt je huiswerk. En je gaat niet de hele dag zitten video kijken. Is dat afgesproken? Absoluut. Goed. Excellent. En je spreekt in hele zinnen. Zeg, wat is er hier allemaal aan de hand? Omdat jouw zoon, net als jij, graag in de krant wil komen, heeft hij een UFO door de schuifpui van de buren gekeild. En wanneer heb ik ooit een UFO door de schuifpui van de buren gekeild? Een zaadje van inspiratie is voldoende om een bom van creativiteit te laten opploffen bij die zoon van jou. Nou, daar begrijp ik nou helemaal geen barst van. En in plaats dat jij nou het goede voorbeeld geeft, loop je maar een beetje rond te lummelen rond dit huis. Ik heb een paar dagen vrij. Ja. Door jou krijg ik nou altijd ruzie met mijn vader. Zeg, Bella van Kleef, zo is het al genoeg, hè? Anders kun jij straks de kinderen van het huiswerk overhoren. Hey, papa, dat is niet eerlijk. Dat is ook totaal niet de bedoeling. Zo, heren, een lekker bakkie troost. Dankjewel, maar als ik het goed begrepen heb, zijn jullie er zelf harder aan toe dan een lekker bakkie troost. Ach, zo slecht kunnen die repetities ook niet gaan. Trouwens, jullie hebben nog een week tot de première. Oh, vertel mij wat. Gisteravond hadden we de eerste repetitie in kostuum. Halverwege krijgt het paard van Don Quixote ruzie met zichzelf. Met zichzelf? Nou ja, het was natuurlijk geen echt paard. Het waren gewoon twee maten van Joop in een paardenpak. Nou kregen die twee ineens een slaande ruzie. Dan hebben we het achterend de zak gegeven. Nou moeten we voor vervanging gaan zorgen. Dus. Nou gelukkig had dat geen tekst, hè? Daar waren ze nu juist zo pissig over. Ja, wat wil je dan? Je kan toch geen paard dat toneel op sturen? Wat lult uit zijn achterwerk? Dat kent toch niet? En Joopie vindt zijn kostuum maar niks. En Harry kent maar de helft van zijn tekst. Ja, maar ik heb juist hartstikke mijn best gedaan. Oh, kan dat weet ik toch. Ja, nou. Harry kreeg steeds meer moeite met lezen. Dus wij naar een opticien en volgens haar had Harry jaren geleden al een bril moeten hebben. Dus nu heeft hij een bril met zo'n leesgedeelte onderin. Ja. Nou ja, joh, het is net alsof ik de half van de tijd onder water loop, joh. Eerlijk. Als ik dan mijn gympan heb en ik kijk naar beneden, dan lijken mijn voeten net de reddingssloepen. Wat wel makkelijk is als je voor de helft onder water zit. Ja. Willem, even serieus. Volgende week komen er meer dan 200 mensen naar ons kijken. Mevrouw Serpeloni, het is gewoon een kwestie van bijschaven. Zei u nu dat de regisseur de repetitie opgenomen had op video? Ja. Nou, breng ik die band dan vanmiddag eens mee. Dan kijken we er samen naar. U weet dat ik in mijn studententijd me veel met toneel bemoeid heb. Dus misschien kan ik een paar suggesties doen. Oh, graag. Alle hulp is welkom. Ja, hey, maar je moet die bril wel gaan dragen, want dan moet je aan wennen, hoor. Ja, joh, dat pokkending. Er is toch niks mis met mijn ogen, toch? Nee. Harry! Harry! Huh? Stop nou, stop me. Ach, kijk dan. Ik heb ook niks aan jou. Hé, hey, Sander. Hé, hey, Freek. Huiswerk? Ja, moet vandaag allemaal af, anders mag ik vanavond niet naar het concert. Even pauze. Nou, ik heb de opa's beloofd dat ik niet heel de dag voor de tv zou hangen. Het is een pornofilm. Wat? Ja, gevonden in de kamer van mijn broer. Freekiebo, dat jij zo'n man mee durft te nemen, joh. Had ik niet achter jou gezocht. Ja, nou, ik werd ook nog bijna betrapt, hoor. Zullen we kijken? Nou ja, de opa's zijn er niet. En mijn moeder is boven. Belofte. Porno, belofte. Ja, porno, kom. Hé, doe eens normaal, joh. Waar slaat het op? Pornofilm. Wauw, dat moet ik zien. Jij? Ja, ik heb er nog nooit tegen gezien. Kom op. Nee, dat kan niet. Waarom niet? Ja, ik ga toch niet met mijn zus naar een pornofilm kijken? En trouwens, meisjes kijken helemaal geen porno. Wie zegt dat? Ik. Staan er seksplaatjes in die meidenbladen van je dan? Nee. Nou, maar er staan wel artikelen in over seks. En mijn vriendinnen praten ook altijd over seks. Hé, oké, zetten wij het geluid hard en dan kun je vanaf hier naar meeluisteren. Hé, Sander, ik denk niet dat de opa's zo blij zullen zijn als ze jou voor die video zien zitten, hè? En al helemaal niet als je naar een pornofilm zit te kijken. Nou, oké, maar je gaat niet als mij zitten, hoor. Je mag gewoon als mij zitten. Ja, dag. Hemelse meloenen. Goeie titel, hè? Vet, man. Ja, dag. Ja, kunnen we nou beginnen? Ja. Kom jij hier wel eens vaker? Alleen als ik het heet heb. Heet? Hoe kan je het nou heet hebben? Je hebt geen kleren aan. Ik heb het niet heet door mijn kleren, maar door die van jou. Ja. Ik ben dol op mannen in uniform. Zo. Maar
zonder is nog beter. Dat kan geregeld worden. Oh ja, ga door. Ga door. Nog verder? Oh ja. Godverdamme! Ja joh, dus jij is cool, man. Door. Ja. Oh. Wat? Ja. Doe jij Mark het ook zo? Ach, Martin, doe niet. Hij is niet eens mijn vriendje. Dat ziet er heel ingewikkeld uit. En voor hem niet. Hij zit nog gewoon rechtop. Hey shit, er zijn opa's. Kom op, kreng, eject. Eject. Hey shit, hij zit vast. Vast? Hoe bedoel je vast? Dat kan niet. Mijn broer vermoord me. Ja, wat denk je dat opa's met me doen als zorgen van die hemelse meloenen? Oh, fuck! Zo. Oké, Willemijn, jij moet naar huis toe, je moet ze bezighouden. Ik? Ja. Hoe dan? Ga huilen, dat werkt altijd. Huilen? Maar ik kan toch niet de keuken ingaan en dan gaan huilen? Waarom niet? Doet mijn zusje ook. Elke keer als het volle maan is. Nou, ik doe het niet. Ga even jullie maar lekker huilen. Ja, maar ik kan niet zoals jij, ik kan het veel beter. Ja, nou, jij lost dit zelf maar op, Sander de Hert. Straks krijg ik weer op mijn laser. Ga jij maar, wij lossen het. Oké, maar wij schiet wel op, hè? Als we nou goed uitzien. Hallo, grootvader Willem. Hallo, grootvader Hoogier. Oké, zeg het maar. Welk huis, welk raam en hoe hoog is de schade? Hoe bedoelt u? Joh, grootvader Willem, grootvader Rogier. Nou, jullie zeggen dat ik mijn beste beentje moet voorzetten. En aangezien jullie altijd klagen dat ik jullie niet met genoeg respect behandel. En kijk, ik heb mijn huiswerk ook al af. Hou jij het voorlopig maar bij opa, hoor. Sta mij toe jullie jas op te hangen? Ja, sta ik toe. Oh, nou, en opa Willem, mag ik zeggen dat u er vandaag buitengewoon goed uitziet? En bent u trouwens afgevallen? Ja, 2 kilo, kan je dat nou wel zien? Zeg Willem. Ja. Hey, oh, ga zitten, dan zet ik even lekker thee voor jullie. Nou, dat is heel vriendelijk van je, maar we gaan zo naar mijn kamer. Ja. Nee, maar waarom eigenlijk? Want ik wilde jullie hier thee inschenken. Nou, toeval wil dat daar mijn videorecorder staat. Video? Nou en? Ja. Ja, nou, Harry en Maria komen direct met een opname van de kostuumreptitie van de man van La Mancha. En die wilde weten wat wij daarvan vonden. En daar heb je de videorecorder van nodig. Ja, kan hem natuurlijk ook in de broodrooster duwen, maar dat helpt niet eerlijk, hè? Ja, maar dat is niet eerlijk. Wat is dat is helemaal niet eerlijk? Nou, jullie zeggen dat jullie willen dat ik me goed gedraag. En als ik dan thee voor jullie wil zetten en jullie kamer schoonmaken... De kamer schoonmaken? Ja, en thee voor jullie zetten... Dan is het nog niet goed. Nou ja, zeg, het is natuurlijk uitstekend dat jij zo je best doet, maar dan moet je... Ach, ben jij aan het huilen? Ja, ik mag geen thee zetten. Oh, waarom niet? Zeg, waarom mag die jongen geen thee zetten? Nou ja... Ik wil mijn best thee zetten. Oké, dan gaan we nu thee drinken, want Harry en dingen zijn er toch nog niet. Ja. Dan kan jij lekker ondertussen verder afstoffen, hè? Nou, bedankt, man. Nou, alsjeblieft, jongen. Graag gedaan. Zeg, is het volle maan of zo? Gelukt? Ja. Geen probleem, ik heb gehuild en nu zitten ze thee te drinken. Zit hij nog erin? Muurvast. Ik krijg hem echt niet uit. Oké, Willemijn, jij moet hier schoonmaken. Wat? Ja, ik heb de opa's gezegd dat ik hier zou gaan schoonmaken. Dat was de enige manier om mijn tijd te rekken. Dat meen je niet. Nou, oké, jij mag de hele maand zeggen wat je op tv wil zien. Crisis, zeg. Hey, shit, heb je Harry en Maria? Nou, schiet op. Ja, ik weet het, schoonmaken. Ja, schoonmaken. Hey. Hallo. Ah. Oh, daar is Harry met zijn nieuwe bril. Zie eruit als een goudvis, joh, eerlijk. Ja, maar wel een intellectuele goudvis. Nou, het geheugen van de goudvis duurt 30 seconden, dus die kan niet eens onthouden of die intellectueel is. Zeg jongens, een lekker bakje thee. Sander heeft thee voor ons gezet. Alsjeblieft. Wat is er? Nou, als ik naar beneden kijk, dan is alles 10 keer zo groot. En uw hand lijkt wel een inktvis en het bakje thee lijkt wel een zwembad. Goedemiddag, meneer Stevens. Goedemiddag, mevrouw Cebeloni. Ja, wij begrijpen het ook niet, hoor. Ik zie dat de opa's u al tegenserveerd hebben. Willen jullie misschien nog een koekje bij? Nou, als je die erg vindt, ga ik eerst maar even naar mijn eigen gezeik luisteren, zeg. Zo. Oh, sta mij dan toe u de weg te wijzen. Ja, hey, ik heb alleen plezier van deze bril bij het plassen.
Arie, je moet ons helpen. Zo, wat krijgen we nu, zeg? Hey, wacht even. Ik zie zelfs dat dit geen wc is met mijn bril op. Arie, je moet ons helpen. Hey, wat is het dan? Zit de band vast in de videorecorder? Oh, is dat alles? Joh, dan gaan we toch een schroevendraaier lenen van opa Willem. Dat kan niet. Hey, hallo, Willemijn. Ik ben Freek. Oh, neem me niet kwalijk. Ja, joh, ik zie het ook geen donder. Ik heb mijn bril op, joh. De opa's mogen niks weten. Wat dan? Er zit een pornofilm in. Pornofilm? En dat op jullie leeftijd? Nou, hoe haal je het in je hoofd, zeg? Ja, het spijt ons echt heel erg, Harry. Nou, oké. Okay. Nou ja, voor deze keer dan. Maar nooit meer doen, hè? Beloofd? Beloofd. Hey, zeg, hoe heet die pornofilm? Hemelse meloenen. Hemelse meloenen? Die ken ik helemaal niet. Helaas, kijk. Nee, dat kan niet. Hey, Harry, hij moet eruit voordat de opa's erachter komen. Ja, nee, dat is waar. Ja, ik kan toch niks zien met die bril op natuurlijk. Hey, als jij hem even van achteren losmaakt, dan neem ik hem mee, ga ik naar jouw kamer toe, want er komt toch niemand binnen. Nou, weet je, neem maar mee naar mijn kamer, hè, want dan, dat is tegenover opa Willems kamer. Die ook schroevendraaier. Tja, zo zeg. Nou, professor, ik schrik mij in het apenlazeren, zeg. Harry. Dat is je spiegelbeeld. Dat ben je zelf. Oh, heb ik dan zo weinig haar dan? Oh, Harry, schiet op. Ja, nou. Hey, wacht, ik maak mijn kopje thee dan. Ja, die kom ik zo wel brengen. Nou, nou moet jij schoonmaken. Hallo? Hallo, meneer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik kom de rekening brengen. De glaszetter heeft zojuist de hele schuifbuis gerepareerd. Ja, natuurlijk. Zo. Hallo, meneer Meijer. Wat leuk om u te zien. Oh, is dat zo? Ja, ik vind het gewoon hartstikke gezellig als u er bent. U bent tenminste een echte heer. Oh, ja, dank je. Nee, dank u. Dankzij u word ik gedwongen mijn fout onder ogen te zien. Daar gaan we weer. Ik ga even dat overschrijfboekje halen. Nee, dat doe ik wel. Zeg, ik kan nog een paar checks halen, hoor. Nee, maar ik moet nog even stofzuigen. Stofzuigen? Je hebt dan nooit stof gezogen? Nee, hallo. Opa Willem, iedereen kan stofzuigen. Is dat zo? Ja. Oh, nou. Nee, jongen, de andere knop. Oh. Linkerknop. Ja. Dankjewel. Ja, iedereen kan stofzuigen. Ja. Ja. Zo, jij moet stofzuigen. Nou, weer stofzuigen? Ik kijk echt nooit meer naar een pornofilm. Schiet nou maar op. Waar is het overschrijdingsboekje? Nou, heb eens. Hey, Harry Stevens, jij bent een genie, ben jij zeg. Hey, Harry, hallo. Wat doe jij hier? Nou, Willemijn die vroeg of ik even naar de cd-speler wou kijken, dus... Oh, zeg, heb jij een nieuwe bril op? Staat je goed? Plus of min? Nou, alle twee, maar joh, praat er alsjeblieft niet over, joh. Hoezo? Oh, joh, ik word zo depri van dat ding, eerlijk. Oh, je depri van een bril? Ja, nou, weet je hoe ze mij op de middelbare school vroeger noemden? Nee. Arendsoog. Arendsoog Stevens. Ja, ik kon namelijk vanaf 200 meter afstand kon ik precies zien de BH-maat van een meisje. Daar werd er zelfs een weddenschap op afgesloten, joh. Ach, handig. Ja, maar het is allemaal pleiten, joh. Het is net alsof er een stuk van mijzelf is afgenomen, joh. Eerlijk, ik voel me net van de Sar zonder handen. Pavarotti zonder buik, voel ik mij. Of André Hazes zonder rijmwoordenboek. Ach, het overkomt ons allemaal. We worden wat ouder. Nou, dan word ik wel heel erg veel ouder, zeg. Valt hij wel mee? Nou, hier zo. Lekker lullen zit ook aan tafel, nou, zeg. Wacht. Kijk. Wat is haar BH-maat? 75B. En nu? 80DD, hé! Hey. Zo, dat werkt hartstikke goed, hé! Hey. Nou, wacht even, kijk. Harry Stevens, nou, ik wil er niks over horen. Nee, natuurlijk niet, maar toch, ik zou het zeggen. Veel plezier. Ja. Zo, zeg, hey, je kent het nog, hoor, je kent het nog! Arendsoog. Oh, tering, hé. Hey. Meer thee, opa Willem? Nee, dankjewel, Sander. En u, mevrouw Cerbeloni? Nou, graag. Zeg, waarom spreek jij de klant in de pizzeria niet zo aan? Helaas hebben uw klanten niet uw gratie en beschaving. Ah, die Maria. Ja, ik dacht wel dat je er zou zijn. Ik zag Harry net. Nou, waar
is die toch? Ik ging een half uur geleden al plassen. Mama. Moeder, wat ben ik blij te zien, joh. Nou, wil je thee? Wil je thee? Ja. Sander? Ja? Dat ding is klaar. Welk ding? Het. Oh ja. Oh, oké. Wacht even, ben zo terug. Niet te geloven, die jongen. Ja, dat is een hele verandering, hè? Ja. Sander met manieren. En zo behulpzaam. Zo behulpzaam, zo correct, zo zorgzaam. Je kan er niet uitstaan, hè, papa? Nee, ik word er gek van. Toen ik bedoelde dat hij zich behoorlijk moest gedragen, wilde ik niet dat het zou veranderen in een slijmjurk. Juist. Maar nu willen jullie de oude Sander weer terug. Nee, dat ook weer niet. Nee, maar ik bedoel, er is toch iets op te verzinnen. Ja. Ik zal niet zeggen dat dit gedrag niet een bepaald voordeel heeft, hoor. Daar gaat het helemaal niet om. Nee, in zekere zin is het juist een enorme vooruitgang. Ja, zo zou ik het ook willen uitdrukken. Ja. Maar het moet natuurlijk wel enigszins geloofwaardig blijven. Opa's. Is het goed als ik hier ga strijken, of hebben jullie er last van? Sander, ik geef het op. Ik geef me gewonnen. Oké, gewonnen. Ja. Nee. En mijn compliment, ik heb nog nooit iemand eerder gezien die zo goed zijn best heeft gedaan om zich goed te gedragen. Dus met andere woorden, als jij de schade van meneer Meijer betaalt, zullen wij die 24 uur kwijtschelden. En mag jij naar het concert? Nou. Ja, maar nee, ik sta erop, ik verdien straf. Je mag het in termijnen betalen als je me weer gewoon doet. Nee, ik vind het wel leuk zo, Sander op zijn best. Ja, maar wij vinden het niet leuk, Sander. Schijn het eruit, jongen. Ook, laatste aanbod. Wij zullen de helft van die schade. Oké, deal. Ja. Mag ik dan vanavond naar het concert? Dat hallo allemaal. Nou ja, Harry, waar heb jij al die tijd gezeten? Nou, ik moest gewoon even wat doen. Ik bedoel... Zeg, zullen we eigenlijk met z'n allen naar die videoband gaan kijken van de repetitie? Ja. Als Sander dat tenminste. Oh ja, dat vindt Sander. Weet je zeker dat hij werkt? Ja, natuurlijk weet ik dat zeker, jongen. Ik heb ze alle twee bekeken. En nou, die ene was gewoon een beetje vast komen te zitten, hoor. Oh. Kijk, nou, hier heb je hem. Hier zo. Hey, ik ga even kijken naar opa Willem en Rogier in de kamer. Ja. De film, hè? Hier, ik zie je vanavond. Wij halen je op. Oké. Repetitie, man, verlangen. Oh, man. Shit. Schatje, we doen het hier op tafel. Wat? Alle vrienden bij zijn. Die draaien zich wel om. Ja. Ach, die man bovenop is dus donker shot. Sander! Sander! Kom hier! Thank you.